Arne, welkom. Wat moeten we weten over de speler Arne Cassaert? Ik ben Arne Cassaert, 22 jaar. En ik heb net voor 2 jaar getekend bij Lokeren. Welkom dus nogmaals. Door je opleidingsclub Cercle werd je uitgeleend aan Knokken vorig seizoen, na de heenronde. De club maakte een mooie remonte. Was dat een leuke kennismaking met de Eerste Nationale? Ja, ik denk het wel. Ik heb daar een heel goede tijd beleefd. Zoals je zegt, we stonden denk ik 13e toen ik toekwam in Knokken. En we hebben uiteindelijk nog de eindronde gespeeld. Dus dat een heel mooie resultaat gehad. Heel goed half jaar gehad. En eigenlijk maar alleen maar een goede herinnering dat ik eraan terugdenk. Toch koos je na dat seizoen voor Virton. Waarom zit je die stap en kijk je daar met voldoening op terug? Klopt, dat was eigenlijk een beetje een logische volgende stap. Omdat eerste nationaal was eigenlijk heel goed gegaan. Dus ook sowieso een keer de stap naar 1B zetten om te kijken hoe dat ging. En uiteindelijk ben ik wel tevreden van persoonlijk van mijn seizoen dat ik heb kunnen draaien. Ik heb redelijk wat wedstrijden, 20-tal wedstrijden kunnen spelen op 1B niveau. Dus daarvan ben ik wel tevreden. Natuurlijk, de teamprestaties waren wel wat minder. Waardoor dat we gedegradeerd zijn. Dat was natuurlijk wel een klein minpuntje. Maar al bij al persoonlijk heb ik ook op menselijk vlak eerste keer uit huis, ver afstand. Dus op persoonlijk vlak is dat ook zeker, ben ik daar sterker uit geworden. Je contract loopt nu af bij Cercle Brugge. Je kiest nu voor het nieuwe verhaal bij Sporting Lokeren Temse. Hoe sta je daar tegenover? Ja, inderdaad, dat klopt. Heel veel zin in, omdat Lokeren zeker heel ambitieus is. Straalt heel veel ambitie uit. Het is een mooi project. Ik denk dat de bedoeling is van de ploeg om zo snel mogelijk terug naar het profvoetbal te gaan. Dat is denk ik ook wel wat Lokeren thuis hoort. En ik zal daar mijn steentje aan bijdragen. Je tekent meteen voor 2 seizoenen. Dat betekent dat er toch wel veel vertrouwen is tussen beide partijen. Dat voel je ook zo aan. Ja, klopt inderdaad. Ik denk dat al van rond februari is dan de eerste contacten zijn. Het is al een tijdje. Ik ben ook blij dat het officieel is en dat alles getekend is. Maar inderdaad, moet ik ook een bedanken voor het vertrouwen die ze aan mij geven. Wat is eigenlijk jouw voorkeurspositie? Centraal verdediger. Ja, oké. Het feit dat de dagtrainingen bij Virton nu avondtraining worden bij Sporting Lokeren Temse, dat is misschien het enige minder puntje bij je overkomst? Dat is inderdaad iets wat dat aanpassen is. Het is natuurlijk leuker als je 's ochtends kan opstaan, trainen en dat je dan klaar bent zogezegd met de dag. Maar goed, ik studeer ook nog, moet nog een half jaar verder studeren. Dus ik denk eerst studies afmaken, dat het volgende wordt die op het lijstje staat. En daarna zien we wel, denk als Lokeren, als we verder groeien richting profvoetbal, zal dat op termijn ook wel weer veranderen naar training overdag. Dus dat is nu eventjes op de tandbeen en dan komt dat wel weer goed. Staat u nu in het Daknamstadion? De thuiswedstrijden worden altijd afgeweid voor een enthousiast thuispubliek. Daar kijk je toch ook wel naar uit? Ja, natuurlijk. Denk als je een beetje social media volgt, zag ik al heel veel dingen passeren van de laatste wedstrijd van Lokeren. Als je ziet die supporters, dat is zalig om voor te spelen. En dat is wel iets waar ik echt naar uitkijk om iedere week voor toch veel supporters te kunnen spelen. Dan wensen wij jou veel succes volgend seizoen, Arne. En welkom in de club. Dank u wel.